Welkom bij een nieuwe aflevering van de Achteruitkijkspiegel. En wat voor Achteruitkijkspiegel? Want mij werd gevraagd, wil je deze week de Achteruitkijkspiegel doen? Ik zei, nou, ik ben een beetje druk, maar met wat voor auto dan? Ja, Mercedes AMG GTC, ik heb helemaal niks deze week. Kan gewoon, geen enkel probleem, gaan we doen. Toen heb ik ook nog iemand gevonden die dan met mij wil spiegelen. Helaas kan diegene niet naast mij zitten wegens corona. Maar de enige echte Niek de Boer hangt nu aan de telefoon. Marco, ben je al gevaccineerd? Ik heb mijn eerste prik heb ik gehad, ja. Oké. Okay. Oh, dus jij krijgt twee prikken. Ik krijg er twee. En jij? Ik heb er eentje gekregen en volgens de folder ben ik woensdag immuun. Dus dan kun je weer gewoon in mijn gezicht hoesten. Oh, lekker. Ja, dat is jammer. Ja. Dat is jammer. Dan ben je net een kleine week te laat. Anders had je nu naast me kunnen zitten in deze Mercedes AMG GTC. Ja. Dus een Mercedes AMG GTC. Nee, het is een Mercedes AMG GTC Roadster. Zo zeg ik het. Ja, goed. Roadster. Ja, precies. Ja. Dus een rij met de kap open. Ja, natuurlijk rij met de kap open. Je gaat er niet met de kap dicht rijden als het 30 graden is. Nou ja, ik ben van de week echt gekookt in de cabrio. Ik kwam thuis en ik had echt splijtende pijn in mijn kop. Dus, ja, dat is wel trouwens als de zon echt vol schijnt en het is 35 graden, dan bak je inderdaad echt weg. Ja, er moest een filmpje worden gemaakt, dus ik denk je ook niet van, nou, ik doe het dak wel dicht, kan mij het schelen. Alles voor de show, hè? Mooi plaatje. Ja, alles voor de show. Hey, over show gesproken. Ja. Toen wij het hadden over waar we het over zouden gaan hebben in Achteruitkijkspiegel, toen zei je meteen, ik wil het hebben over Lancia. Ja, ik vind het, ik heb daar iets urgents over te melden, want Lancia heeft 10 jaar de tijd gekregen om nog iets te worden. Ja, Stellantis, ja, dat nieuwe grote concern waar FCA en PSA in zijn gefuseerd. Ja, net als Alfa Romeo en DS trouwens, maar die laten we even buiten beschouwing. Maar toen dacht ik van Lancia, maar je moet wel iemand in de 40 zijn voordat je een beetje een gevoel hebt bij Lancia. En dat is dan alsnog met de Delta Integrale. En dat was eigenlijk helemaal geen typische Lancia. Want dat was gewoon een rallyauto voor de openbare weg. Terwijl een Lancia volgens mij gewoon een grote, comfortabele tourauto hoort te zijn. Ja, dat is dat generatiekloof dingetje. Want voor mij is Lancia het merk van de Stratos en de Delta Integrale. Ja, maar dat is van oudsher is dat het helemaal niet. Nee. Dus, En ik denk dat iemand van de 30 of 20, hè, die dan in de toekomst Lancia's moeten gaan kopen, dat die echt totaal geen idee hebben wat het merk is. Wat het merk eigenlijk zou moeten zijn volgens jou. Oké. Ja, ja. Maar hoe zie jij dat dan? Want het zit natuurlijk nu in dat gigantische megaconcern. Er zijn een aantal, Peugeot, Citroën, Opel. Als je naar een Corsa 208 C3 kijkt, het is allemaal dezelfde auto met een iets ander sausje. Hoe zie jij Lancia daar dan, zeg maar, in? Kijk, Lancia is van oudsher natuurlijk een technologiemerk. Hè? Die hebben heel veel innovaties gebracht in de afgelopen 100 jaar. Ja. En ik zie het zo voor me dat Lancia binnen dat concern ook een soort van technologiedrager kan worden. Het is duur en het is nieuw en innovatief. En het is helemaal niet gezegd dat het ook goed is of heel blijft. Maar het is een soort van kraamkamer moet het zijn. Een soort Italiaanse Tesla. Ja, dat het begint bij Lancia en dat het daarna doordruppelt in de andere merken. Oké. Geef je het kans van slagen? Lancia? Ja. Nou, ik denk dat Stellantis best veel dezelfde soort merken heeft. Ze zouden eigenlijk van binnen het Fiat-concern was altijd het idee van, Lancia moet een soort van Audi moet het zijn. Hè? Het is eigenlijk hetzelfde als een Fiat, maar dan kleden we het mooi aan en ziet het er premium uit. Ja, dat is eigenlijk ook nooit iets geworden. Nee. En in Nederland al helemaal niet, want Nederland is van oudsher al geen Lancia-land. Nee. Nooit geweest. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat als je van Lancia echt wat wil maken, dat je, nou, zoals je zegt, hè, technologie dragen, dat er heel veel in geïnvesteerd moet worden. Dat het ook echt technologisch los moet komen te staan voor een groot deel van de PSA's en de Fiat's en de Peugeot's, de Fiat's, de Citroën's van deze wereld. Ja, ik ben benieuwd. Dat gaat wel weer gebeuren natuurlijk. Ik ben benieuwd. Maar goed, over ander nieuws. Jij wilde het ook even hebben over de vliegende auto van de Hyundai.
Ja, ja, ja. Ik vraag me echt af waarom ze dat nou doen en waarom iemand een vliegende auto zou willen hebben. Ja. Ik bedoel, in Europa is dat natuurlijk al helemaal niet aan de orde, zoiets. Ik bedoel, als je hier een drone in de lucht loslaat, dan staat er meteen een agent op je schouder te tikken van wat het te betekenen heeft. dus een vliegende auto, dat vind ik echt back to the future. Dat is leuk, hè, om te laten zien dat het kan, ja. Maar om nou te zeggen dat het ook maar enige nut heeft of toekomst heeft. Ja, misschien als je in diep donker Afrika de dokter bent of zo. Maar anders zie ik dat echt niet zitten, zoiets. Nou, ik las dat nieuwsbericht en ik dacht eerst vliegende auto van Hyundai. Ik had gelijk die Pel V had ik op mijn netvlies. Hè. Oh ja. Een auto die echt transformeert in een vliegtuig. Ja, precies. Ja. Maar wat dit is, die vliegende auto, zegt nee, het is gewoon, hij rijdt niet. Hij vliegt alleen en dan als een soort taxi. En toen had ik zoiets, maar dat is dan toch eigenlijk een helikopter? Ja, volgens mij ook. Dat is een ander woord voor helikopter, wat je net zegt. Ja. Ja. En als je dan dokter bent in Afrika, dan heb je een helikopter en een landcruiser en dan ben je er ook, zeg maar. Ja, ja. Dus kortom, het nieuws is, Hyundai maakt in het vervolg ook helikopters. Ja, nou ja, is ook vet. Is ook vet. Ja, maar noem het geen rijdende auto dan. Nee, een vliegende auto. Nee. Nou, daar ben ik ook een beetje ambigu over. Waar ik ook een beetje ambigu over ben. Komt maar. Wat ik wel heel jammer vind. Heb je de Nissan 400Z gezien? Ja, die is heel gaaf. Vet, die is hè? Heel gaaf. Ja, ik vind het zo'n waanzinnig mooi ding om te zien. Vet ding om te zien. Ja. Ik werd er helemaal enthousiast van. En toen kwam de Killjoy. Hij komt niet naar Europa. Ja. En... Ja, dat soort auto's, dat is gewoon hier met alle emissiewetgeving en de kant die we opgaan. Nee, is dat gewoon geen handel meer? Nee, ik snap het heel goed, maar dit voelde toch een beetje alsof je als kind, zeg maar, het grote Bart Smit speelgoedboek te zien kreeg. En dat er dan gewoon met dikke rode stift alles doorgestreept was wat je niet ging krijgen, Zo voelde het. Ik heb hier op deze plek ook wel eens een lans gebroken voor de Ford Bronco. Dat is ook zo'n geweldige auto waarvan je denkt van ja, waarom komt dat ding niet naar Europa? Maar het is gewoon geen... Het verkoopt hij niet. Dus ik denk dat we moeten het hebben van een grijze import. En ik denk dat dat wel echt... gaat gebeuren dat er gewoon dat die auto via grijze import naar Nederland komt. Nou ja, Infiniti is er ook ooit semi-groot mee geworden in Nederland. Ja, en toen gingen ze die dingen dan officieel importeren. Ja. En toen gebeurde er helemaal niks meer. Nee, toen was het ineens helemaal voorbij. Ja, ja. Dus, maar het is wel zo, zeg maar zo'n merk als Nissan. Ja, ik weet niet wat jij van het huidige modellenaanbod vindt, maar ik denk dat ze wel een soort van imagodrager kunnen gebruiken, ook al moet er geld bij. Dat denk ik ook. Aan de andere kant, ze hebben natuurlijk de GTR. Ik ben inmiddels buiten de bebouwde kom. Ik weet niet of je dat kan horen toevallig. Ja, ik hoor het ja. Je bent wel aan het vermaken, geloof ik. Ja, ik heb wel eens vervelendere afleveringen van de Spiegel opgenomen, ja. Zal ik heel eerlijk bekennen. Maar de GTR is natuurlijk verbrandingsmotoren vlak echt wel een beetje de vaandeldrager. En ze krijgen nu natuurlijk binnenkort die Aria voor het elektrische gedeelte. Ja, dat klopt. Ja. Ik vind trouwens dat de Nissan GT-R, die heeft wel een beetje een baard hoor. Zeker. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de 370Z. Nou, die krijgt dan nu vervanging. Ja. Dus wellicht de GT-R ook. En wellicht komt die dan weer wel naar Europa. Ja. Het zou zomaar kunnen. Weet je, Marco, je bent je nou wel heel erg aan het vermaken, maar ik denk dat er voor lieden zoals jij, die nogal van de sportauto's zijn, dat er een heel karig decennium aanbreekt. Ik vrees eerder een karige eeuw elektrische sportauto's moeten ook kunnen, hè? Het moet kunnen, maar voordat het zover is dat je en hard kan rijden met een auto zonder dat je elke 100 kilometer moet laden en dat het ook nog een beetje een gewicht heeft waarvan ik denk, nou, dan is het leuk. Ik vrees dat we dan echt nog wel 10, 20 jaar verder zijn. Ik denk dat je het een beetje onderschat, want ik denk dat de accutechnologie wel heel snel gaat. En ik denk zomaar dat we over een jaar of vijf al, dat je gewoon weer een auto kan kopen van 1000 kilo met een klein accupakket die je ook lekker snel oplaadt. Ja, oké. Okay. Nou, weet je wat? Ze zeggen wel eens, je kunt een klein beetje van de geschiedenis in en dan weet je een beetje over de toekomst. Nou ja, jij doet occasions, dus dan weet jij iets van de toekomst, als het goed is. Ja, zo is het precies. Nou, dan gaan we daarmee afsluiten. Ik kom nu een rechtstuk op, dus dan zeg ik jou eventjes goed weekend. Ja, hou twee knuisjes aan het sturen, hè. Oké, zal ik doen. Hey Nick. Oké, Marco. We spreken. Yo, hoi.